Hi, mijn naam is Nelleke Bontje en jij kijkt naar Floralis TV. De plek waar je wilt zijn om je te laten inspireren voor de mooiste en meest creatieve bloemstukken. Vandaag is vraag en antwoorddag en de vraag van vandaag komt van Linda. En Linda schrijft: lieve Nelleke, bedankt voor al je mooie voorbeelden. Graag gedaan! Ik zou graag meer willen zien over een handgebonden boeket met de korenschooftechniek. Die vind ik nog steeds erg lastig. Nou, Linda, bedankt voor je vraag. Ik heb deze vraag meegekregen. Ook Anja, Wendy, Mariet en Monique hebben dezelfde vraag gesteld. Het is wel mooi dat we die nu gaan behandelen. Ik heb mooie bloemen uitgekozen in de roze rood tinten. En hier gaan we een mooi compact Biedermeijer pakket van maken. In echt met die korenschoofstijl. En die zal ik je ook steeds goed laten zien. En hoe ik deze opstart. Ik heb ervoor gekozen om dit boeket zonder blad te maken. Dan wordt het wat exclusiever en luxe. Voor sommige mensen juist makkelijker. Voor andere mensen weer wat moeilijker. Maar ja, zo blijft het. De volgende keer ga ik weer een boeket maken met blad. Dus wat hierbij belangrijk is, is sowieso dat je alle bloemen eventjes netjes hebt ontdaan van de meeste bladeren en dorens bij de rozen. Die kunnen nog wel eens gemeen steken. En als je met je handen druk bezig bent om de korenschoof bij elkaar te houden, dan wil je niet nog bezig zijn met het lostrekken van blad. Ik kan er zelf wel eens lak in zijn. Dat ga ik hier niet vertellen. Nou, de bloemen die ik hiervoor heb gepakt, is een leuke trosroosje. Volgens mij heet die ook Biedermeijer. Grisantjes, leuke schattige roze grisantjes. Helemaal hip weer. Duizendschoon, rozen, twee rode. Ik heb gerberaas, een roze en een rode. En een roze nog weer. Celosia, twee verschillende anthuriums en een geweldige pioen. Echt fantastisch. Wat je misschien opvalt is dat ik met enkele bloemen werk. Dus twee verschillende, weer eentje. Oké, dit zijn dan twee dezelfde. Of nou, eigenlijk niet eens. Je ziet één dikke roos en eentje die wat verder open komt en wat wijder is. Dunne steel, dikke steel. Dus dat is iets waarvan ik denk dat het helemaal leuk is de laatste tijd. Je hoeft niet meer per se overal drie of vijf van. Gewoon één hiervan, één daarvan. Ga lekker de bloemjes gek maken of koop gezamenlijk in met wat vrienden of vriendinnen. Even goed uitleggen. Wat we dus gaan doen, kijk, dit wil je ook niet hebben, is zijn de bloemen tegen elkaar aanzetten in een korenschooftechniek. Nou, korenschoof betekent dat je dus echt zo'n korenschoof wil hebben van de stelen die mooi allemaal dezelfde kant op gaan. En omdat het een biedermeijer wordt, maken we ook de bovenkant mooi strak. En de stelen gaan straks allemaal de kant op. Het makkelijkste is om de stelen in je volle hand te houden. En dan heb je het meeste gevoel erbij. Maar om het jou te laten zien, zal ik een beetje gek doen met mijn vingers af en toe. Kijk goed naar de verdeling van de kleuren. In een boeket als dit, waarbij je eigenlijk al met allemaal verschillende bloemen werkt, is dat wel goed dat je daar dus balans in brengt. Niet dat je alle lichtroze tint aan de ene kant zet en alle donkerroze tint aan de andere kant. Dat is misschien leuk voor iets anders, maar nu even niet. Dus kijk goed naar de lichtroze tintjes in de verdeling met de andere donkere tinten. En wat ik blijf doen
is het, zijn de stelen al door naar dezelfde kant. Dus bij de laatste twee nog even goed laten zien. Laten we de roos hier pakken. De roos zetten we hier tegen. Bij deze rozen. Hij is niet slap of gebroken, maar hij is gewoon wat, wat dunner steeltje. Dus deze roos, die zet je als het ware zo tegen het boeket aan. En dan gaat de steel weer netjes mee met alle andere. Dus je had van de voorkant, zeg maar een beetje zo naar de zijachterkant. En ook deze gerbera. Dan ga ik hierbij zetten. En ook die zetten we van de ene kant hup naar de andere kant. Zo hebben we een mooi rond biedermeienboeket. De stelen kun je wat langer laten, dat je ze hier afknipt of dat je ze kort afknipt. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. En een mooi gekleurd lint. Dat past goed bij de kleuren van deze bloemen en bij het boeket. Wikkel het stevig en strak. Maar snij of knel de stelen absoluut niet af, want dat zou weer zonde zijn. En ook als je het even neer moet leggen om te binden, kun je het beste op de hoek van de werkbank even zetten en laten rusten. Tegen je buik of been. En dan plet je de bloemen ook niet helemaal. En als laatste snij je de overige stukjes lint nog even weg. En klaar ben je. Zo. En het mooie van een echte korenschoof is dat hij blijft staan. Op die manier. En dan zie je ook gewoon heel goed dat al die stelen mooi dezelfde kant op gaan als een echte korenschoof. Neem nog even mee naar een close-up, zodat je goed kan kijken hoe het er dan precies uitziet. En deze video kun je natuurlijk zo vaak mogelijk terugkijken om het weer net eventjes goed te zien. Goed Linda, dit was mijn antwoord op jouw vraag. Ik hoop dat je het als waardevol hebt gezien en dat je er goede tips aan hebt gehad. En natuurlijk hoor ik ook graag wat van jou als kijker. Heb je tips, trucs, wil je ervaringen delen? Doe dat dan op het blog van floralist.nl, want samen kunnen we elkaar inspireren en beter maken. Als je het een leuke en waardevolle video vond, ik in ieder geval wel, deel deze video of dit bericht dan met je vrienden, Facebook, Twitter, familie. Iedereen mag het weten, want alleen kan ik natuurlijk lang niet zoveel mensen bereiken om lekker met bloemen aan de gang te gaan. En als je meer inspiratie wil, kom naar floralist.nl, meld je aan met naam en e-mail, dan krijg je direct 5 extra gratis video's. En ik zal je op de hoogte houden met e-mail updates. Met daarin inzichten van mijzelf die ik alleen in de e-mail deel. Blijf lekker met bloemen bezig. En maak de wereld mooier op jouw manier. Met jouw creativiteit. Jouw unieke creativiteit. Goed.